Hoe kun je snel en makkelijk TikToks inplannen en dus automatiseren dat je niet meer ernaar om hoeft te kijken en elke keer wanneer je de app opent helemaal gek wordt van al die dingen die je verwijderd komen op je For You page. Oké, hiervoor heb je een laptop of PC nodig. En als je dan eenmaal naar tiktok.com gaat en inlogt en dan je profiel weergeven doet, dan zie je dus in dit geval het profiel van Anastasia, mijn verloofde, ik noem haar al mijn vrouw, ze doet make-up. Zij accentueert de schoonheid van verschillende dames. En dan zie je dus het knopje uploaden. Wat je dan ook nodig hebt, is video's die je al helemaal hebt bewerkt. Met je mobiele telefoon hebt gefilmd. En in een extern bewerkprogramma naast TikTok. TikTok is ook een bewerkprogramma. Het heeft een bewerkprogramma ingebouwd. Dus niet op TikTok hebben geëdit, maar op je mobiele telefoon hebben geëdit met bijvoorbeeld CapCut. Dat is een goede bewerkingsprogramma. En dan heb je dus bijvoorbeeld een video zoals die op de omslag van YouTube. We gaan bekijken. Primarkt Rita Ora outfit. Yes, we are from Kosovo. Lip gloss. Do you like it? I like it. Dit outfit. Dit gaat om mijn outfit. Ze heeft het over make-up. Waarom doen we dit? Dan ga ik je even toelichten en straks ook gelijk laten zien hoe je het kan inplannen, automatiseren. We hebben nog een outfit video. De rest gaan over het algemeen over make-up. Ze heeft, een tijdje geleden, toen Anastasia verkoos om niet zo vaak te posten en ik haar soms filmde en ik zei post gewoon, deel gewoon. Toen kwamen we dit soort video's uit, waarin zij spontaan zei en ik laat hem je zo zien. Het ging over de outfit. Dus make-up is haar hoofdthema. 70 tot 80% van haar content is make-up. Nou, dus hier mag je ook mee rekening houden wanneer je video's gaat inplannen. Doe bijvoorbeeld 80% één thema. Het liefst, hè? Ik ben er niet het beste voorbeeld van, maar 80% één thema. Dan 10%, dus een klein deel, een ander thema. Dus naast make-up heeft ze outfits en heeft ze ook interessante spullen van AliExpress die ze graag koopt. Heeft ook te maken met creativiteit, handigheid. Dit was ook grappig als je die wil krabben. Dus de video waarin ze zegt: waar komt mijn outfit vandaan? Daar, nou, dat was deze. Ik kreeg 17.000 weergaven, niet zoveel. Hier heeft ze nog eentje, 40.000 weergaven. Die heeft ze privé gezet. Uiteindelijk, maar ja, ervaar je ook een beetje spanning bij het delen van video's of ze wel goed genoeg zijn. Ik zet hem aan. Vandaan. Waar komt mijn outfit vandaan? De H&M, de H&M, de H&M, Tiki Toki, Zara. En slaap van pantoffels. Waar komt mijn. En als laatste pantoffels was gefilmd met haar mobiele telefoon. Die heeft iets minder goede beeld- en geluidkwaliteit. Maar dat je zo makkelijk bijna 20.000 mensen kan bereiken. Dus soms komt dat terug, zeg maar, in haar content. Dus zo zijn we daarop gekomen. Oké, we gaan nu inplannen. Ik ga niet te veel onzin praten. Nee, ik hoop dat je er wel iets aan had wat ik zei. Inplannen. En het leuke is, je gaat straks het verschil zien met het inplannen op TikTok en YouTube. Ik ga maar één voorbeeld geven van YouTube Shorts. Zodat je in ieder geval wel het verschil ziet in het inplannen daarvan. Een titel kiezen en een op YouTube en een beschrijving op TikTok. Is ook nog een bonus die ik je laat zien, want daardoor zal je ook iets meer begrijpen over het inplannen op TikTok. Oké, waar komt mijn outfit vandaan? Kosovo. Is de video. Nou, heb je misschien niet gezien dat andere video's al staan ingepland? Ik doe heel snel video inplannen. Auteursrechten. Auteursrechtencontrole uitvoeren. Zodat de muziekje die je hebt gekozen in het vooraf bewerken van de video buiten TikTok wel wordt goedgekeurd. Nou, dit is de tijd dat we bij haar posten. De volgers zijn gewend om haar dan te zien. Ik krijg. Als we bij profiel weergeven, kijken, en je merkt de video's redelijk van dat her, zie je dat? Ik ga helemaal inzoomen. Deze staat dus ingepland. Vandaag, deze morgen, deze overmorgen. We hebben deze week 7 video's. We deden een lange tijd, meer dan een jaar, wat goed is. En er was één week dat het volgens mij niet lukte. Hebben we dus ongeveer een jaar lang 3 keer in de week gepost. Maandag, woensdag, vrijdag. Dat raad ik je ook aan als je begint. Nou, maandag. En hier zie je dus, deze staat ingepland op die tijdstippen. En dat selecteer je dus hier. Ik hoop dat je het volgt. Als je zegt, Marco, je bent echt vaag. Ik volg je echt niet, man. Dat mag ook, laat het weten. Nou, hier is de vraag, wat ga je kiezen als omslag? Dat is nummer 1. Ik doe meestal een
Deze is wel stoer. Ik doe meestal iets in actie dat nog niet alles heeft onthuld. Actie. Ja, dan hebben we dus dit is omslag. Dit hier. Dat is net anders dan dit. Dat is de eerste seconde van de video. Dit is iets erna. Ik wil niet het eindresultaat laten zien op de omslag. Dus er moet nog wel nieuwsgierigheid zijn. Daarom. Met wie ga jij? Prima. Rita Ora. Dat is dus blijkbaar een zangeres die ook kleding, die zo kleding heeft. De Ora fans wil je ook bereiken. Moa Rotterdam. Dat staat voor Make-up Artist Rotterdam. Nee. En dan doen we bijvoorbeeld Den Haag, willen we nog een andere stad bereiken. Ja, deze was in Rotterdam. Gekocht in de Primark, dus doen we wel. Met wie ga jij naar de Primark? Dat is een vraag die aanvullend is op de inhoud van de video. Het is stimulerend om een andere, ik denk dame, ik denk niet dat heel veel mannen heel vaak voor hun plezier naar de Primark gaan, maar op, laten we zeggen om een andere persoon te gaan taggen. Hey, we gaan wel eens naar de Primark, kijk wat je daar kan halen. Dat is wat ik wil creëren met dit. Oké. Maandag. Oh, wacht eens even. Ja, deze is op 10 december. Om 7 uur. Deze is op 11 december. Auteursrechtencontrole zijn uitgevoerd. Geen problemen gedetecteerd. Omslag is geselecteerd. Wie hier naar de Primark? Oké. Pennen. That's it. Dat herhaal je nog twee keer. Oké, wat op YouTube? Ik zit op de YouTube, op het YouTube-account van Anastasia. Rond de 700 abonnees, bijna 1000. Dit zijn de weergaven die ze op haar short video's krijgt. Dus eigenlijk gewoon dezelfde video die we vooraf filmen, buiten al die apps. Buiten al de social media apps. En gewoon neutraal bewerken. Ik bedoel, zonder dat het een Insta-Reel-logo heeft, een YouTube-Shorts-logo heeft, een TikTok-logo heeft. Want kunnen de algoritmes iets van oppikken als je één video op een ander platform plaatst. Als je een TikTok op een Instagram plaatst, kunnen ze iets van vinden. Nou, dit zijn haar weergaven voor de korte video's. Dus dan zie je, je bereikt een breder publiek met de shorts dan het aantal volgers of abonnees dat je hebt. Dat ligt aan de interesses die kijkers hebben op in dit geval het YouTube-platform. Als ze video's bekijken van Liquid Lip. Als het gaat over lippen, krijgen ze meer dingen te zien. Wat gaat over lippen? Komt Anastasia's video tevoorschijn. Nou, hebben 10.000 mensen het gezien, bijvoorbeeld. Ik ga niet te lang praten. Hoe plan je het in? Ik ga de video uploaden rechtsboven, zoals je net zag. Dan pakken we dezelfde video die we op TikTok net hadden gezet. Die nu, als het goed is, als ik dit ga refreshen. Zie je, nu staat die hier. Staat ingepland. Kosovo, oké. Okay. Dus over het algemeen, als je via je mobiel YouTube Shorts inplant, kan je de omslag van je YouTube Short aanpassen. Dat raad ik aan, maar bij Anastasia ja, hoeft het op een of andere reden niet. Dus leer ik ook, het belangrijkste is de titel. Welke titel? Waarom gaan mensen klikken op je YouTube Short? Als ze niet klikken, gaan ze niet kijken. Dat is het verschil met TikTok. TikTok is als swipen en doorscrollen. Dan krijg je video minder weergave. Hier is het als ze niet klikken, dan krijg je gewoon geen weergave. Dus op YouTube Shorts, welke titel past hierbij? Rita Ora outfit van de Prima. Als mensen Rita Ora kennen, gaan ze checken. Simpel, doe ik gerelateerde video. Dit zijn allemaal extra tutorials in een tutorial die ik nu laat zien. Maar ik denk dat het oké is als je extra info tot je krijgt. Ik doe een lange video koppelen aan de korte video. Dat kan ook. Daar een andere keer meer over. Plannen. Maandag 11 december. 4 uur. Waarom heb ik een lange video aan een korte video aan een lange gekoppeld? Dus laat ik je ook even zien. Maar dit is in principe de tutorial voor TikTok. Dus voor nu mag je liken als je denkt dat je dit handig vond of gaat gebruiken. Gewoon via uploaden. Kan je video plaatsen en dan inplannen. Ik denk dat het best makkelijk is als je het
een paar keer doet en dan bezig bent met hem schrijven en al. Kijk, voor YouTube, als je meer wil gaan doen dan op YouTube, sorry, dan op TikTok, dan ga je naar kanaal bekijken. Dan heb ik een voorbeeld van een korte video bij Anastasia. Kijk, ik heb dus aan, zojuist heb ik kiesrelateerbare video. Dat betekent dat een lange YouTube-video gekoppeld wordt aan die korte. In dit geval heb ik een korte YouTube-video gekoppeld aan een lange. Dus als iemand nu deze video aan het bekijken is en die klikt op dit, dit hier. Dit gaan we natuurlijk namaken. Slecht voorbeeld, ik heb deze aan een andere korte video gekoppeld. Dus zo kan je ook een series maken. Bijvoorbeeld, je kan een korte video aan de korte video koppelen, ook wel een relateerbare video. Of een korte video aan een lange video koppelen. Nou, dit is de korte video. Als iemand dit aan het kijken is en reageren, lijken leuk. Hey, wat is dit make-up tutorial? Klikt hij hierop, komt hij bij de lange video. En als je leert vanuit korte video's lang de In deze aandacht. video. Rust gaan aanstaan. Als je leert vanuit korte video's de aandacht In te deze behouden. video. De aandacht te behouden op langere video's. Dan ga je echt een groei meemaken op social media. Het is makkelijk om misschien 15, 30 seconden, een minuut of twee de aandacht te behouden op dat soort snelle platforms zoals TikTok. Maar uiteindelijk wil je in elk geval je TikTok en inplannen. Sorry, je korte video inplannen op platform TikTok. En dan ook gewoon even YouTube erbij pakken. Het kost niks. Het is even een extra handeling. Je wordt beter met titels bedenken. Dus daarom merk ik nu dat het wel belangrijk was dat ik ook liet zien van post gewoon je korte video's, je shorts. En op TikTok en op YouTube Shorts en zie wat er gebeurt. Dit is hoe je het kon inplannen. En hoe ik het zou doen als je zo'n korte video hebt. Dan kan je het gratis inzetten op deze platforms. Ik bedoel, je stopt toch al de moeite erin. Plant gewoon lekker in. 3 in de week. En kom na 3 tot 6 maanden bij me terug en vertel me het resultaat. Veel succes!